Voordat we het over die wedstrijd hebben, even over die sfeer om ons heen. Want we zijn 900 kilometer van Rotterdam en toch dit weer. Ja, je ziet natuurlijk dat, dat we altijd veel fans meenemen. En zo ook vandaag. Dus dat is iets wat goed voelt. Jullie verliezen met 1-0. Dat zal minder goed voelen. Wat is het belangrijkste wat je meeneemt van die wedstrijd? Nou, wat je meeneemt is dat je ziet dat er zeker ten opzichte van de tegenstander nog veel verschil is in fitheid. Een Freiburg die al 7 wedstrijden gespeeld heeft en deze week Europa League gaan spelen. Ja, dat werkt je nu. We hebben natuurlijk een hoop jongens, de internationals die pas in hun tweede week zitten. En dat verschil, zag je dat het vandaag groot was. Maar ik denk dat het daarom een goede oefenwedstrijd voor ons is geweest. Omdat we natuurlijk energie en arbeid moesten leveren vandaag. Had je toch gehoopt dat je ploeg meer kon creëren, ook tegen zo'n tegenstander die wel al verder is in de voorbereiding? Nou, we hebben natuurlijk een aantal kansen eerste helft, een paar schietkansen, maar niet uitgespeelde kansen. Tweede helft ook een aantal, maar ja, uiteindelijk hebben we de tweede helft geen kans weggegeven. En eigenlijk 1 of 2 kansen gecreëerd om deze wedstrijd niet te verliezen. Je wisselt veel in de rust. Waren dat allemaal wissels die al voorbereid waren of toch ook wat blessures, wat voorzorgsdingetjes? Nee, geen blessures, maar je kijkt natuurlijk hoe spelers zich voelen en dat ze waren wissels voor uit voorzorg. Ten slotte, vandaag keept Jones, volgens mij volgende week weer Vermeer. Waar gaat het nou van afhangen, die keuze? Want het zal niet alleen op die wedstrijdje zijn als iemand 1 slippertje maakt. Is het moeilijk, die keuze? Ja, het is geen makkelijke keuze. Maar de keuze moet gemaakt worden. En ook gekozen voor deze opzet. Dat ze allebei evenveel wedstrijden kunnen spelen. En uiteindelijk met de Supercup moeten we een beslissing nemen. Jij hebt wel eens eerder gezegd in het verleden. Ik ben niet iemand die poldert, die schippert. Daarmee, als ik zo'n keuze maak, is dat vast. Sta je daar nog steeds in die gedachtendrang op die manier in? Dus niet dat iemand in de beker keept in een andere competitie. Dit is echt 1 keuze. Nou, 1 keuze. Dat je voor de eerste keeper gaat. Maar je weet ook het niveau die we nu hebben. Met name met de keepers. Dus dat blijft voor mij ook nog steeds een optie.